Hey de kijkers van de Wombat Guru, vandaag een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan wij verder met de Hardcore Wombat. Zoals jullie weten hebben we de vorige keer wat biomes ontdekt in de naastgelegen chunks hierzo. En omdat het dus met 1.7 gegenereerde grond was, waren er allemaal van die lelijke chunkmuren. En ik dacht, ik wil ook wel graag wat met mensen samen doen. En ik vind deze chunkmuren lelijk, dus heb er samen een oplossing voor bedacht. Ik heb namelijk besloten dat de Hardcore Wombat een multiplayer iets gaat worden. Waarbij we nog steeds niet dood mogen gaan. Dus het is nog steeds een soort van Hardcore mode. Dus dat is het eigenlijk. Komt zo nog meer informatie over. Dan wil ik het nu eerst even over die chunkmuren hebben. Wat ik namelijk heb gedaan. Is ik heb een deel van het eiland. Aan die kant loopt het helemaal door zoals we het hebben gekend. Misschien dat jullie het nog wel kennen. Daar is dus die desert temple. En een normale desert. Dan hebben we hier de plains. Hier is het mooie bos dat ik helemaal heb gemaakt. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. In het midden is al een begin te zien van het van de witch hut. En daarmee dus ook de potion en enchanting gedoe. En hier zo hebben we ook nog een klein stukje. En daar heb ik nu wel een nieuwe lelijke chunkmuur. Die ga ik in creative nog een keer oplossen. Want dat is eigenlijk alleen dat hele kleine stukje. Verder is de map gewoon weer helemaal mooi zonder chunkmuren. En hier omheen zit een hele mooie andere wereld. Waar ik al met vrienden in gesurvived had. En daar zit een witch. En dat wordt dus de nieuwe Hardcore Wombat. Dit eiland blijf ik ook zeker op spelen. Hier gaan we nog meer verder met die witch hut. En dit huisje ga ik verder uitbreiden. Zoals je ziet heb ik het dak een beetje afgemaakt. Ik vind het persoonlijk wel leuk uitzien. En dan ga ik jullie nu even laten zien hoe het nieuwe land eruit ziet. Want we hebben daar namelijk ook al een dorpje. En met we bedoel ik en deze gast. The Eikel. En nog veel meer mensen. Want ik heb namelijk met vrienden alvast in deze server. We zitten namelijk nu in een server. Ben ik namelijk al gaan survivalen en heb daar al een nieuwe onderkomen gemaakt. Daarna heb ik dit gedeelte met alle normale resources van mij er weer ingezet. En ik hoop dat alles goed is gegaan. We maken eventjes snel een bootje, zodat wij daarheen kunnen varen. Laten we er zo de zekerheid 2 maken, omdat bootjes altijd snel kapot gaan. Zie je, zo hebben we dit. En als we dan een paar honderd blokjes die kant op varen, dan komen we, als het goed is, niet bij chunkmuren, maar bij een normaal landschap waar wij, dus dat zijn ik en mijn vrienden, en jullie laten ook mee gaan helpen. Aan een groot dorp te bouwen, misschien wel verschillende dorpen. Denk een beetje aan gewoon de kingdom, waarbij je verschillende kingdoms hebt, maar dan niet dat we oorlog gaan voeren of zo, maar gewoon gezellig samen op een leuke server gaan spelen, waar iedereen gewoon vredig met elkaar is. Geen PvP, we doen geen PvP. En ja, dat is het, die weer pilaar haal ik later nog wel weg. Daar heb je een lelijke chunkmuur, en verder zie je hier nu gewoon een swamp. Daar zie je een beach. Dus alles is verder gewoon mooi. Hier is het eiland dan nog een keer. En dan hier is het normale land. Als jullie nog niet precies begrijpen wat ik hiermee bedoel, dat komt dan zometeen nog wel. Want het is de bedoeling dat jullie ook gaan meedoen als je wilt. Dan kun je kiezen uit of mee commentaten. Zodat je er ook bij gaat praten en met een microfoon. En dat je dus samen met mij een aflevering opneemt. Of dat je gewoon lekker gaat survivalen op deze server. Moet je wel een beetje actief zijn. En je moet gewoon geen klootzak zijn, dat is een vereiste. Want ik hou niet zo van klootzakken. En dat is eigenlijk het enige dat je moet doen. En om daarvoor in aanmerking te komen, moet je gewoon in de comments nu zeggen van, ja, ik zou wel mee willen doen aan de Hardcore Wombat. Daar is nog een hele kleine lelijke chunkmuur. Dat fixen we allemaal nog wel. Maar ja, dat is het eigenlijk. Dan zijn we nu hier zo aangekomen. Het bootje gaat kapot, dat is de bedoeling. Ik heb geen zin om eerst af te remmen. Gaan we kijken wat een mooie map. Hier zo hebben we al de nieuwe 1.7 biomes. Daarvoor zo hebben we al een nieuwe Extreme Hills Plus biome. En hier lopen we gewoon door een klein bos. Want dit landschap vind ik zelf heel erg mooi. Het is gewoon een en dat bos en plains. En dat een beetje wisselend. En dat vind ik zelf twee hele mooie biomes. Vooral bij elkaar. Dus dat past eigenlijk gewoon perfect. We gaan eventjes wat eten. Het is niet zo heel ver lopen. Via de normale wereld is het ongeveer 1000 blokjes vanaf dat eiland naar hier. Dus ik vind zelf dat ik dat pittig goed die werelden heb samengemerged. En ja, in de nether, ik heb namelijk in beide dorpjes een portal geplaatst. In de normale hadden we al, dat weten we wel van de Hardcore Wombat. Maar in dit dorpje waar we nu naar op weg zijn, daar heb ik ook een portal gemaakt. En met dat portal kunnen we dus heel makkelijk vanaf daar naar hier gaan reizen. Zonder dat we 1000 blokjes hoeven te lopen. Dat is maar iets van 100 blokjes via de nether. Want in de nether is alles veel dichter bij elkaar. Dus dat is op zich mooi. We lopen daar naartoe. Dus als je heel graag mee zou willen doen. Dat kan dus gewoon door te survivalen. Comment achterlaten nogmaals. En dan heb ik eindelijk wat meer interactie met mijn kijkers. Ik zal waarschijnlijk gaan beginnen met gewoon mensen die ik al persoonlijk ken. Hiermee. Maar kunnen dus later ook mensen gaan mee survivalen. Dat zal waarschijnlijk al de volgende aflevering worden. Je moet daar wel voor beschikbaar zijn.
Maakt niet uit wanneer, maar als je gewoon in de comments zegt dat je mee wilt doen, dan zorg ik ervoor dat we wat meer contact krijgen via bijvoorbeeld Twitter of Skype of gewoon nog steeds via de comments. En daar zie je al de beginselen van het dorpje en een roofed forest. En dan kunnen we wel afspreken wanneer we een keer wat kunnen opnemen. Ik ga niet heel veel rekening houden met anderen, want dat heeft gewoon geen zin. Als ik wil opnemen, dan moet het ook echt gebeuren, want ik heb niet heel veel tijd. Dit is dus ons mooie dorpje. We hebben al verschillende poorten. Zoals hier hebben we de South Gate. En hier hebben we gewoon een leuke NPC-versie die we een beetje hebben mooi gemaakt. We hebben hier zo'n paard. Dit is Taco's paard. Taco is een vriend van me. Die heet Troy. Nu gaat hij in de comments zeggen van dat we geen vrienden zijn. Let niet op hem. Hij is die funky dreamer Taco die elke video levenloos zegt van Richard is een wombat. Hier hebben we Jerome. Dat is een ander paard van mij. Ik weet dat we ook al een ezel hebben in het andere dorpje. Dit is ons slaaphuisje. Ik doe nu gewoon even een kleine review van ons. Van onze spullen en zo. En dit is onze storage. Hier hebben we alles al best wel goed gesorteerd. Laten we maar gewoon beginnen met de mineralen. We hebben al best wel veel diamonds en iron en gold. Maar het is niet overdreven veel. Dus het is niet zo van, we hebben nu gewoon oneindig veel. En het is eigenlijk gewoon een soort van creative. Absoluut niet. We hebben gewoon best wel veel. Maar niet overdreven veel nogmaals. We hebben gewoon lekker veel food. 32 steaks. Zodat we niet al te snel genoeg te weinig hebben. Dus dat is het. Ook komt er een Wall of Fame. En dat is een idee van iemand. Die had iemand een keer in de comments gezet. En de Wall of Fame ga ik samenvoegen met de mensen die er eens een keertje meedoen. Het is niet de bedoeling dat als je een keer meedoet, dat je dan de rest van de serie de hele tijd erbij blijft. Als je echt een super... Als ik zeg maar een goede klik met je hebt. En dat we gewoon samen op goede tijden allebei online kunnen zijn. Dan kan het zijn dat je heel wat afleveringen mee kan doen. En dat er misschien ook wel een vriendschap uit ontstaat. Maar het is de bedoeling dat je gewoon 1 of 2 afleveringen meedoet. En daarna is het voor de anderen een keer een kans om mee te doen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dit was dus eigenlijk de video. Het is een beetje een lange uitleg. Gaan we nog 1 keer via de Nether terug. Zodat jullie kunnen zien dat het echt niet heel ver is. Het is echt super dichtbij. Hier zo staat onze Nether portal. Nether portals zijn zo ingewikkeld. Dus daar gaan we eventjes door. Hier zo lopen we omhoog. Dan moeten we over een stukje Soul Sand. Dus dat loopt wel een klein stuk beetje traag. Ik heb besloten nog niet heel veel aan het nieuwe dorpje vooral te veranderen. Oh, we konden hem gewoon bijna vanaf de grond slaan. Oh, duwen we hem nou gewoon weg? Cool. Ik heb besloten dus nog niet heel veel offscreen te doen op het oude dorpje van de Hardcore Wombat Nadan. Omdat ik jullie graag eerst het wilde laten zien. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Hier zo hebben we ook dus een nieuwe Nether met daar een Nether Fortress die we al helemaal hebben leeggehouden trouwens. We gaan door deze... Oh, shit. We gaan door deze portal. Daar gingen we bijna dood. Hier moeten we nog wat omheen bouwen, zodat dat niet vaker gebeurt. En dan komen we weer in deze kelder met de netherboard. En hier zo in dit leuke huisje. Dus dat is eigenlijk het idee. En ik hoop dat het goed aankomt. Als er niet genoeg mensen zijn in de comments die wat zeggen, dan komt er gewoon nog een aparte update video over. Want in update video's dan hebben mensen vaak door van, ja, ik moet nu ook echt iets doen. Daar wat je in update video's zit vaak meer interactie dan in gewoon dit soort video's. Dus ja, bedankt voor het kijken iedereen. Wees wel en blijf wel om zijn een wombat. Tot de volgende keer. En waarschijnlijk is vanaf volgende week de Hardcore Wombat gewoon multiplayer. En kan jij meedoen als je dat wil. Later komt er nog veel meer waarmee ik gewoon met spelers samen ga doen. Misschien gaan we wel samen Call of Duty of Battlefield doen. Want die spellen heb ik allebei gepreorderd. Battlefield heb ik al geüpload trouwens. En ook minigames natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wees wel en blijf om zijn een wombat. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Bye bye.